Het klinkt als een sprookje. Hoe een relatief onbekende renner, die uitkomt op het derde wielerniveau van de wereld, op een door een Alphense fietsenwinkel gebouwde fiets en financieel ondersteund door een Alphense sloopbedrijf, het werelduurrecord wielrennen uit de boeken zou rijden. Hier in Bistrocafé Het Leeuwtje werd woensdagavond op een groot scherm gekeken naar de werelduurrecordpoging van Dion Beukenboom in Mexico. Vlak voor aanvang van de race waren de twee belangrijkste initiatiefnemers gespannen, maar hoopvol. We zijn er met z'n allen helemaal klaar voor. We hebben er een jaar aan gewerkt en ja, het moet nu gewoon gebeuren. Over een uur weten we het. Ik moet je zeggen, de spanning loopt behoorlijk op. Ik hoop hier op een fantastische avond en natuurlijk met een climax het werelduurrecord. We gaan er in ieder geval van genieten. Wij hebben er alles aan gedaan, dus wat ons betreft starten. Het begin is nog goed. Het eerste kwartier rijdt Beukenboom keurig op schema. Om het wereldrecord te verbreken moet hij 218 rondjes over de 250 meter lange wielerbaan rijden. En dat precies tussen de 16,35 en 16,45 seconden. Oftewel een verval van slechts 1/10 van een seconde. Nou, het staat er in principe nog wel redelijk goed voor. Hij legt denk ik wat achter op zijn schema. Maar het gaat erom dat hij gewoon natuurlijk wel de laatste 20 minuten of de laatste kwartier nog een poepje gas kan geven. En dan kan hij nog heel veel bijtrekken. Maar na een kwartier gaat het mis. De weersomstandigheden in Mexico waren wekenlang gunstig, maar uitgerekend op deze recordpogingdag niet. En een dag uitstellen mag volgens de regels van de Internationale Wielerunie niet. Een te hoge luchtdruk betekent meer weerstand, langzamere rondetijden. Beukenboom ging toch proberen de noodzakelijke rondetijden te klokken, maar daardoor sloeg de verzuring veel te snel toe. Ja, het gaat niet zoals het moet. Hij rijdt gemiddeld toch ruim een kilometer te langzaam. Het is sport. Je moet erin geloven, maar in dit moment zie ik het niet zitten. Ik hoop dat hij nog met een totale afstand komt van rond 53 kilometer. Zodat hij misschien dan toch nog de derde tijd ooit kan rijden. Volgens mij zit er niet meer in. Uiteindelijk komt Dion Beukenboom tot 52 kilometer en 757 meter. Het is de vijfde afstand ooit. Een verbetering van het Nederlands record. Ook ruim 1,5 kilometer minder ver dan het werelduurrecord van voormalig Olympisch kampioen en Tour de France winnaar Bradley Wiggins. Ik denk dat Dion er wel degelijk trots op moet zijn. Natuurlijk hadden we op een nog beter resultaat gehoopt, maar ja, dat zijn wel eens wensen of idealen. Ik denk als je terugkijkt met een keurige tijd, een keurige prestatie wat hij geleverd hebt en op dit moment een nieuw nationaal record, is het voor ons wel degelijk een held en heeft hij fantastisch gepresteerd. Kijk, we zijn er aan begonnen. En niks is onmogelijk in het leven. Hans heeft altijd hard gewerkt in zijn leven. En ik heb hard gewerkt in het leven. En met hard werken kom je er. En dan heb je ook geloof in dat soort dingen. Maar ja, jongens, je kan niet elke dag 6 gooien. Maar dat is niet win. Echt iets om trots op te zijn, toch? Ja, natuurlijk is het trots om te zijn. We zijn ook hartstikke trots. Vijfde tijd van de wereld. Ja, super.